Mijn broer is jarig vandaag, dus lieve Koen, van harte gefeliciteerd. En ik heb nog een mededeling. Astrid, die heeft ontslag genomen bij het werk. Hallo lieve vrienden, ja het is vandaag alweer vrijdag 28 mei en het is 12:54 en ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog op een stralende, zonnig, overgrote vrijdag. Mijn broer is jarig vandaag, dus lieve Koen, van harte gefeliciteerd. Ik weet, je houdt er niet van om in het zonnetje gezet te worden, et cetera. Maar we doen het vandaag toch. Want ik kom vanmiddag bij je nadat Astrid mijn huishoudelijke hulp geweest is. Ja, komt helemaal goed. Ik heb mijn nieuwe jurk al helemaal aan met mijn nieuwe ketting erbij. Ja, komt helemaal goed. Ja, toch? Ja. Ik moet zo nog eerst even mijn handjes uitlaten en dat komt ook goed. Dus ja, Astrid kan wel binnenkomen, ook al ben ik dan nog op dat moment misschien weg. I don't know. Maar in ieder geval, ja, zo gaat de dag voor mij eruit ziet. Helaas, ja, jullie kan ik niet mee. Ja, ik heb jullie wel mee, maar ik mag daar niet filmen. Nee, dus dan doen we dat ook niet. Zo simpel, ja toch? Maar in ieder geval, ik wens jullie ook allemaal een hele fijne, liefdevolle middag toe. Geniet ervan. Gaan ik ook doen. En misschien elkaar later op de dag terug. Ja toch? Ik zeg het tot dan. En veel plezier. Doei! Hey, hallo lieve vrienden. Daar ben ik weer. Ja, terug van weg geweest. Jullie weten, mijn broer is vandaag jarig. Ik was daar vanmiddag op visite. Ik ben wel weer enige tijd thuis. Maar ja, eerst even andere dingetjes gedaan en even mijn spel weer opgestart, want dat was ik de hele dag ook nog niet geweest. En dat moet toch ook wel bijgehouden worden. Want dat spel draait ook namelijk door wanneer je niet online bent. Ja. Hey Skat. En ik ga zo meteen mijn woofies weer even uitlaten. Uiteraard. Hè. Ja, je moet er ook weer eventjes wat doen. Dus Rijke die was helemaal gek dat ik thuis kwam. Die rook wordt. Banno, de hond van mijn broer en mijn schoonzusje. Ja, en die kent ze, want ik heb Rijke wel door meegehad ernaartoe. Want Rijke is mijn klein hondje. En Elwin die kent Bonno nog niet. Maar dat komt dan wel. Ja hoor. Maar Rijke, ja, die rookt natuurlijk Bonno. Dus helemaal mijn handen afsnuffelen en doen. Hartstikke leuk. Maar in ieder geval, ja, ik ga zo meteen even weer wat aandoen. Ik had alleen mijn vest aan met dat ik terugkwam. Dat ik erheen ging, had ik mijn lange, dunne jas over mijn vest nog aan. En toen was het nog koud aan mijn handen. Maar op de terugweg had ik alleen mijn vest aan en mijn jas even in een tas gedaan. Maar ik denk dat ik nou toch wel weer een jas eroverheen doe. Want het is een dunne jas, alleen nog aan de buitenkant in een voeringkie. Dus ja, daar zit hier veel in. En ik moet op mijn handen denken. Ik heb artrozen aan mijn handen, dus dat kreeg ik koud hebben, hè. Nee, dat gaat het niet. Worden. Zing mijn doosje, hè? Zing mijn doosje. Ja, opdraai. Pak hem maar. Pak hem er. Nee, niet pakken. Nee, nou hoeft ook niet hoor. Mag. Het hoeft niet. Nee. Maar oké, ja. Zo van die doende. En gisteren had ik ook al niet veel gefilmd. Ik heb gisteren ook helemaal niet afgesloten. Niks. Nee, niet aan gedacht. Ben je zo met veel andere dingen bezig. En ik had gisteren ook helemaal totaal geen zin om op die computer te zitten. Ik had geen zin in dat spel. Ik bekik het allemaal maar. Ik heb gewoon geen futten voor. Nee. Ik kan aan mezelf leggen. Het kan aan het weer leggen. Ik weet het allemaal niet. Maar het komt allemaal vanzelf wel weer in orde. Ja, dat
hoop ik van wel. Ik heb gisteren bloedwezen prikken. Nou, je hebt zullen beleven. En ik heb nog een mededeling. Astrid, die heeft ontslag genomen bij het werk. Ja, ze heeft een andere werkkring gevonden. Maar daar zit ik in principe ook bij. Ik zit op het volgende met mijn ketting. Die moet ik ook op. Zo. Ik was eerst bij Cerelo en ik ben daar weggegaan. Ik zit nu bij SGD Rijkerstaal. En daar gaat zij ook werken, maar ze kan niet voor mij werken, want ze krijgt ander werk te doen. Ja, oké. Maar ik wil ook bij T-zorg weg, want ik zit bij T-zorg, mocht u het best weten. Maar het is lang niet zo fijn meer. Nee, die vrouw die afgelopen week heb ingevallen. Nou, ik kon s'nachts nog aan het werk. Ik liep hier gewoon s'nachts gewoon te huilen, want ik kom boven. Mijn nachtkastje, een en al bende, tenminste bende. Het zijn wel mijn spullen die erop behoren te staan, maar dan op een nette manier. En niet kriskras overal dat ik niet eens niet mijn bril zo op mijn nachtkastje ga leggen. Dat moet toch kunnen? Mijn bedmatjes, die lagen helemaal opgefrommeld, half onder het bed en half naast het bed. Nee, moet je goed te leggen. Als je gaat stofzuigen, prima. Maar dan moet je wel mijn matjes weer terugleggen en netjes en niet als een vaatdoek. Ja, en zo waren er meerdere dingen. Mijn kaptafel is kapot door haar schuld. Daardoor heb ik een splinter in de duim. Hij valt wel met blote ogen niet te zien. Maar onder een, ik weet niet of jullie dat kunnen, zo'n ding. Maar ik heb hier zo'n dingetje, een apparaatje. Daarom moet je dan hetgene eronder houden. Ik verslik mijn lucht. En aan dat zwarte wieltje kun je draaien, net als bij een verrekijker. En dan heb ik hier twee lampjes, een blauwe. En twee witte. Ja, nou, dan hou je dat er zo onder. Dan moet je het zoeken. Dan moet je het wel andersom doen. Moet ik zelf ook even weer zoeken. Zoeken, Gijs wat vinden. Ja, ik heb hem alweer. Een wit puntje met een zwart kringetje eromheen. Nou, dat kan lekker pijn doen, neem mij niet kwalijk. Ja, dat zien jullie toch nooit niet een keer. Ik weet niet hoe dat moet. Ja, nou ja, in ieder geval. En dan moet je datgene er ook nog voor houden. Nou ja, ik weet het allemaal niet. We gaan toveren, we gaan toveren. Ja. Nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja, dat kan je hier dan mee zien. Moet ik eerst het licht weer uit hebben. Uit, zeg ik. Zo. Daar valt het dus wel mee te zien met dat ding. En met botoog, ja, als je het weet waar die exact zit, dan kan je hem wel zien. Maar als je het niet weet, ja. De ene keer zie ik hem wel, de andere keer zie ik hem niet. Het ligt er ook aan hoe mijn ogen dan zich instellen. Maar het prikt wel af en toe. En dan ben ik gisteren bij de dokter geweest. En tenminste bij de assistente. Die heeft bloed geprikt. En die heeft dat ook gelijk gedaan. Maar niet goed ook. Omdat die amper te zien is. Maar hè, het is wel venijnig. Maar het is zo bizar allemaal. Waarom moet iemand... Ze werd goed aanbevolen, maar ik vind haar niet goed. Want snel en goed kan samen. Want dat deed Rebecca ook. Snel, goed en netjes. Dat deed Rebecca ook. Ze zette ook alles weer terug op zijn plek. Maar zij zette niks op zijn plek. Het was een bende. Dan kan ik, als ik mijn bed wil, kan ik dan nog weer aan het werk. Kom in de douche, er staat een kattenbak. Ze had de kattenbak verschoond. Prima. Had ik ook gevraagd. Maar doe hem dan wel goed dicht, zodanig dat kan wel of er weer op kan. Maar dat kan niet, want de deksel lag er half scheef in. Nou, die moet je klimmen om de onderbak heen. Dan moet je hem even aanklikken. Dat, dus, ja, er zitten twee gaatjes in de deksel.
En dan twee uitsparingen in de onderbak. Nou, dat moet door die gaatjes heen. Dus dat moet je aanklikken. Ja? Dan kun je er zo optillen eraan. Maar nee, hij hing scheef in die kattenbak. Dat beestje kon er niet eens in fatsoenlijk erin. Nou ja, gebruik je verstand. En vraag het anders als je het niet weet. Mijn opinjendo. Nou, daar kan ik zo boos om worden. Maar dat is niet de eerste keer. Het is al zo vaak gebeurd. Iedere keer krijg je iemand die er een... Nou ja, netjes, ze maken het wel schoon, maar ze maken er een puinhoop van. Ik heb geleerd, ik heb ook in de schoonmaak gezeten vroeger. Dat was dan niet bij gezinnen of bij mensen in huis, maar in kantoren. Maar dan moet het net zo. Moet je het ook netjes achterlaten. Je kan er niet een dikke bende van houden. Kijk, zit er een meneer aan een bureau en die heeft een bende achtergelaten. Dan moet je het allemaal in je hoofd opnemen. En je moet het ook weer zo terugleggen. Ik moest alles zelf verwijderen om dat schoon te maken. Maar ik moest het precies zo terugleggen zoals het lag. Doe je dat niet, ja, dan heb je een probleem. Nou, waarom kan het in de huishouding niet? Kan toch ook? Het is hetzelfde in mijn ogen. En ik dacht, ja, als je kantoren schoonmaakt, moet in de avonduren. Dan praat je alleen nog tegen je collega als je het met twee of drie uur doet. Maar voor de rest, tegen de mensen die er werken of wonen of wat dan ook, die zijn er niet, nee. He, ik heb ook kantoren van ziekenhuizen schoongemaakt, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zit bij jullie aan te zeuren enzovoort. Maar het is wel een feit wat waar is, weet je. Het behoort niet op deze manier gedaan te worden. Ze hebben scheid aan iedereen en Jan en alle man. Laten ze respect tonen. En dat hebben ze tegenwoordig niet meer. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Want het is nog steeds prachtig mooi weer. En we krijgen nog meer mooi weer. Het wordt ook nog warmer, is het beloofd. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Van het mooie weer. En ja, omhels elkaar, dat hebben we zo nodig.